We staan hier met Michael Hiering van SANS. Kan je vertellen wat SANS Instituut precies is? Ja hoor, het SANS Instituut is een wereldwijd trainingsinstituut wat zich specialiseert op information security trainingen en het certificeren van information security professionals. Wat voor soort trainingen geven jullie? Op wie zijn die gericht? Nou, we hebben een heel breed curriculum eigenlijk. Dat beslaat een heel breed spectrum aan vakken. Dus ook onze trainingen baseren zich op pentesting, digital forensics, industrial control systems, security management, audit, maar ook, het focust zich ook op de fundamentals van information security, dus echt de basiskennis. Dus je richt je daarmee echt op de IT security professional en niet zozeer op bijvoorbeeld het C-level? Nou ja, het C-level kan bij ons ook wel training volgen. De security management trainingen die focussen zich vooral op CISO's en mensen die bezig zijn met het samenstellen van SOCs, dus Security Operations Centers. En ook voor C-level is het zeker interessant en zeker belangrijk om ook die basiskennis te hebben. Dus. Oké. Binnenkort hebben jullie trainingsdagen in Amsterdam waar mensen zich voor in kunnen schrijven om jullie trainingen te volgen. Kan je iets vertellen welke trainingen daar gegeven worden en waarom mensen misschien wel of juist niet moeten komen? Dus vooral welkom. Ja. In Amsterdam worden er dit keer 8 trainingen gegeven. En dat verschilt ook weer. We hebben daar onze 504, dus dat zijn onze hacker techniques, incident response en forensics. Dus dat is onze meest populaire cursus wordt daar gegeven. Dat is heel interessant voor mensen die wel al wat ervaring hebben in information security, maar dan worden er ook verschillende pentesting trainingen gegeven en forensics trainingen. En daarbij moet aangegeven worden dat er 2 compleet nieuwe trainingen ook worden gegeven. In Amsterdam worden 8 cursussen gegeven, heb ik begrepen. 2 daarvan zijn het meest belangrijk of springen er het meest uit. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Eerst en vooral is onze hacking tools en techniques en incident handling cursus. Die is heel erg belangrijk omdat dat biedt de basis voor de meeste information security professionals die al eventjes bezig zijn, maar zich verder willen gaan verdiepen. Het is ook de meest populaire cursus van SANS wereldwijd. Die wordt ook weer in Amsterdam gegeven, dus dat is zeker een interessante cursus voor de kijkers. En daarnaast hebben we een cursus die al een tijdje bij SANS wordt gegeven, maar die is sinds begin dit jaar volledig herschreven. Dat is ook een van de sterke punten van SANS. Wij zijn continu bezig met cursussen te updaten. We zijn er bezig om bij te blijven bij de recente ontwikkelingen, want zoals iedereen weet, IT security staat nooit stil, dus ook onze cursussen moeten continu door worden ontwikkeld. Dus die nieuwe cursus is onze Advanced Incident Response, Threat Hunting en Digital Forensics cursus. Oftewel de 508, mocht men het op onze website wil gaan kijken. Die is recent helemaal opnieuw geschreven. Het was oorspronkelijk een cursus die zich heel erg focuste op het red teaming en forensics. Maar een van de belangrijke ontwikkelingen binnen cybersecurity is dat Blue Team en Red Team veel meer moeten gaan samenwerken. En dat vertaalt zich ook door in deze cursus. Het is een forensics cursus die zich heel erg mengt en focust op het forensisch onderzoek online. Maar daarbij heel erg veel gaat combineren tussen het verdedigen van netwerken en het aanvallen van netwerken. Je kan bij onze training volgen op verschillende manieren. De meeste volgen bij onze training in de klas, als het ware. Maar je kan net zo goed de trainingen ook online achter tijdens je werk. Of wij kunnen ook op locatie bij organisaties privé training komen geven, waarbij je dan je hele team als het ware even 1 bepaalde training geeft en zich specialiseert op dat gebied. Gebeurt dat veel bij grote organisaties dat ze jullie laten komen? Best wel ja. Er zijn veel organisaties, veel grotere enterprises die dan die kunnen het zich ook niet permitteren dat een heel team op locatie gaat trainen. Dus dan laten ze ons bij hun komen en dan geven wij 1 training op 1 week tijd. Oké, maar heb je bepaalde basiskennis nodig voordat je bij jullie een training kan volgen? Moet je een vooropleiding hebben? Kan je daar iets over zeggen? Dat verschilt heel erg van individu tot individu. Soms hebben we mensen die nog nooit een training hebben gevolgd bij ons en nog nooit training of een opleiding hebben gehad. Maar die hebben gewoon talent. En we hebben al eens mensen gehad die nog nooit eerder training hebben gehad en die rollen bij ons dan een 760 training in. Dat is Advanced Penetration Techniques. Okay. Kunnen jullie dat ook nog toetsen? Of iemand geschikt is voor een training of met een gesprek? Of? Ja, we hebben ook tools ter beschikking voor bedrijven waarbij ze kunnen zien of mensen binnen het bedrijf talent hebben. En daarnaast hebben we ook tests
op onze verschillende curricula om te kijken van is deze training wel geschikt voor mij? Heb ik daar wel afdoende kennis voor? Dus dat hebben we wel zeker ter beschikking. Dus bedrijven die hun personeel willen trainen, kunnen jullie ook aankloppen voor het hele voortraject? Ja, wij hebben ook, wij noemen dat ons assessment test. Wij hebben daarvoor verschillende tools ter beschikking. En dan ook nog eens een keer assessment tools per onderwerp. Dus ook voor penetration testing, digital forensics, industrial controls. Daar hebben we tests voor gemaakt die dan gaan kijken. En eigenlijk een HR-team of een learning and development team de mogelijkheid geven om te kijken, zit dat talent voor dat onderwerp binnen mijn organisatie?